Daar ben ik weer. Dit keer ben ik hier met een hele leuke knuffel. Dit is de prinsessenknuffel van My Hummy. En dit is namelijk een hele speciale knuffel. Want voor een gewone knuffel zou ik natuurlijk geen vlog hoeven te maken. Maar deze knuffel helpt je kindje, vooral baby's, om beter te slapen. Nou, hoe doet hij dat dan? Deze knuffel die produceert geluid. White noise wordt dat ook wel genoemd. En door dat geluid worden baby's heel rustig. Deze knuffel heeft dan 5 verschillende geluidjes. Het geluid van de baarmoeder met de hartslag. Het geluid van een haardroger. Het geluid van een stofzuiger. Het geluid van de regen. En het geluid van golven. En ja, door dat geluid kalmeert je kindje dus waarschijnlijk. En slapen ze veel rustiger. Je ziet het al best wel regelmatig terug. Ik heb ook wel eens van ouders gehoord dat ze het geluid gewoon opzoeken op YouTube en dan een uur lang gewoon een iPad of zo naast het bedje van hun kindje leggen. Maar bij deze knuffel komt het dus gewoon uit de knuffel, zeg maar. Er zit dus zo'n apparaatje bij. Ik zal hem even laten zien. En dit is natuurlijk het apparaatje waar het geluid uitkomt. Ik heb er net al 3 kleine batterijtjes in gedaan. Dus ik zal het kastje nu in de knuffel stoppen. Kijken of dat goed gaat. Hier zit een ritsje. Dus die maak ik open. En dan is hier gewoon een holletje. En daar stop ik het apparaatje in. Dus even een beetje proppen. Rits dicht. Nou, gelukt. En zoals jullie al konden zien, zit er een knopje op. En met dat ene knopje kan je deze knuffel dus bedienen. Daarmee kan je dus het geluidje aanzetten. Daarmee kan je het volume bepalen. Hij gaat van zachtjes naar best wel hard. En je kan wisselen tussen de 5 verschillende geluidjes. Wat deze knuffel, die gaan we zo natuurlijk even testen. Maar wat deze knuffel nog meer best wel speciaal maakt, is dat als je hem aanzet, gaat hij voor 60 minuten aan. En zodra je kindje weer veel gaat bewegen of begint te huilen, dan gaat de knuffel uit zichzelf weer aan. Dat is nu natuurlijk lastig testen, want hij gaat sowieso al 60 minuten uit zichzelf. Maar ik heb gewoon bij de recensies gelezen dat inderdaad goed werkt. Dus daar ga ik gewoon helemaal van uit. Dus zo ja, kalmeert de knuffel je baby als het ware de hele nacht. Natuurlijk heeft een babytje, vooral een heel klein babytje, gewoon ook behoefte aan zijn moeder. En kan een knuffel jou als moeder zeker niet vervangen. Maar als je echt een onrustige slaper hebt, dan denk ik wel dat het heel handig is om, om in ieder geval white noise in de babykamer af te spelen. Nou, My Hummy heeft ook verschillende soorten knuffels. Maar ik vond deze, de prinses, gewoon echt het allerleukst. Ik zal hem even wat dichterbij houden. Ja, ik vond het echt gewoon een super, super leuke knuffel. En hij is echt heel erg zacht. Ik kan er bijna niet van afblijven. Het is echt een super zachte knuffel. Echt heel erg lekker. Dus nou, laten we vooral nu even het geluid gaan testen. Ik ga even kijken of ik het knopje hier kan vinden. Ja, ik hoor het al. Ik denk dat dit het geluidje is van de baarmoeder met de hartslag. Ik ga hem even harder zetten. Proberen. Daarvoor moet je, als het goed is, het knopje ingedrukt houden totdat het volume goed is. Zodat jullie het ook wat beter kunnen horen. Nou, dit is al best wel hard. Ik geloof dat die niet harder kan. Ik zal hem ook even wat dichter bij de camera houden, zodat ik zeker weet dat jullie het ook kunnen horen. Hij kan ook weer zachter. Dan moet je hem dus gewoon, als het goed is, weer ingedrukt houden. Ja, dat werkt heel goed. Nu is hij nog maar heel zachtjes. En dan gaan we ook switchen van geluid. En daarvoor moet je 2 keer snel op het knopje drukken.
Even kijken wat dit voor geluid is. Dit kan denk ik alleen dan de föhn zijn. Zet ik ook even wat harder. Nou, dit is de föhn. Dan hebben we... wat zou dit zijn? Het lijkt allemaal wel redelijk veel op elkaar, de geluidjes. Dan hebben we hier de golven. Die zijn wel heel duidelijk te herkennen. En het is ook wel een heel rustig geluidje. Het wordt dan ietsje harder en dan zwakt het weer af. Net gewoon als bij golven natuurlijk altijd het geval is. Nou, ik ga hem weer uitzetten. Ik denk dat het wel duidelijk is dat hij best wel goed werkt. Ik dacht eerst, oh, één knopje. Is dat dan niet ingewikkeld om te switchen tussen verschillende geluidjes en de volumes? Maar eigenlijk werkt het heel erg makkelijk, zoals jullie nu ook wel konden zien. Kijken of ik hem ook uitkrijg. Ja, top. Daarvoor moet je dus gedurende 1 seconde het knopje even indrukken. Nou, hoe ik dit allemaal wist, er zit gewoon een kaartje bij. En daar staat op, hoe werk ik gebruiksaanwijzing? En daar staat dus gewoon alles achterop hoe het werkt. Er zat trouwens nog een heel leuk kaartje bij. Bedankt voor je vertrouwen, droom zacht. En er staat aan de achterkant, dag lieve schat, ik ben Mayumi. Een kleine, lieve en hele bijzondere knuffelbeer. Wat is er zo bijzonder aan mij? Ik maak vertrouwde geluiden waar het net weer voelt alsof je in het buikje van mama zit. Je oogjes gaan langzaam dicht en je vertrekt naar een prachtig dromenland. Je kent mij nog niet, maar ik ben er zeker van dat ik straks je eerste echte vriendje word. Ik zorg ervoor dat je rustig slaapt. Je Mayumi. Nou, heel erg heel leuk dus. Dit was dus de knuffel. Ik ben daar wel echt te spreken over. Hij ziet er super leuk uit, maar die heb ik ook zelf uitgezocht. Ze hebben nog meer varianten, ook wat meer jongensachtige varianten. Dit is natuurlijk wel een echte meisjesknuffel. En hij is heel erg zacht. Je kunt hem dus gewoon in het bedje van je kindje zetten en heel makkelijk aan en uit doen. Verschillende geluidjes. Ik denk vooral dat voor kindjes het baarmoedergeluidje heel erg helpt voor kleine babytjes. Dat is wel een geluidje wat ook vaker wordt aangeraden. En dat geluid is je kindje natuurlijk 9 maanden lang gewend. En ineens ligt je kindje in zo'n stille kamer. En dat kan best wel lastig zijn. Ook al zou jij als moeder nog het meeste troost kunnen bieden. Op een gegeven moment na heel veel slapeloze nachten kan het best wel lekker zijn. Als zo'n knuffel een beetje verlichting kan bieden. En een iPad naast het bedje is natuurlijk ook een optie. Maar of die het de hele nacht volhoudt, weet ik niet. Deze in ieder geval wel. En hij gaat echt 60 minuten lang aan en gaat ook in de nacht weer aan. Als je kindje dus hard huilt of als ze heel veel bewegen. En de knuffel daardoor natuurlijk ook beweegt. De knuffel is wel best wel duur. De knuffel kost namelijk €70, deze variant. Je hebt ook wel goedkopere varianten. Dat zijn kleinere bolletjes. Ik denk ongeveer de helft of zo. En die kan je dan voor €40 kopen. Maar deze grote zijn dus €70. Ja, €69,95 of zo. Dus dat is best wel een groot bedrag, vind ik zelf. Ik vond deze wel gewoon de allerleukste. Dus vandaar dat ik deze nu heb gekozen. Dus het is natuurlijk aan jou als ouder om af te wegen of jij het waard vindt om dat bedrag uit te geven aan zo'n knuffel. Maar ik denk dat als je het geld kan missen en je kindje slaapt best wel onrustig en je wil zelf ook gewoon eens wat beter slapen, dat het best wel een goede investering kan zijn. De knuffel kan ook gewoon in de wasmachine als je alleen het apparaatje er maar uithaalt. Dat was eigenlijk wat ik te vertellen had over deze Mayumi knuffel. Je kan hem bestellen op de website mayumi.nl. En heel veel andere verkooppunten heb ik niet gevonden, maar die zijn er vast ook zeker. Dus nou, dit was de prinsessenknuffel van Mayumi. En ik hoor heel graag of jullie ervaring hebben met white noise bij het laten slapen van je baby. Dus dat kan in de vorm van een knuffel,
maar ook in de vorm van bijvoorbeeld een cd'tje of een elektronisch apparaat. Dus nou, laat dat vooral even weten. Ik ben erg benieuwd naar jullie reacties. Doei!